Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunt u kijken naar Vitrine en A2 Actueel. Maar nu eerst het nieuws met Olga Hupkens. Geld voor Alzheimeronderzoek, gevulde schoentjes voor kansarme kinderen en de vloer op voor de perfecte match. Dag dames en heren, dit is het nieuws van woensdag 19 november. Het Maastricht UMC Plus krijgt 1,5 miljoen euro voor onderzoek naar de behandeling van de ziekte Alzheimer. De onderzoekers denken namelijk dat bestaande medicatie tegen multiple sclerose ook werkt in de behandeling van Alzheimer. Ongeveer 250.000 mensen in Nederland lijden aan deze hersenaandoening, waarbij het geheugen wordt aangetast. Hoe de ziekte ontstaat is onduidelijk, ook bestaan er vooralsnog geen effectieve medicijnen. De subsidie is onderdeel van het Deltaplan Dementie. Beetje baan. De vlam van Minkelers is sinds november vorig jaar 3000 keer ontstoken. Dat betekent dat 3000 mensen de moeite hebben genomen om in ruil voor 1 euro de vlam te laten branden. Van de opbrengst, inclusief sponsoring van 10.000 euro van Enexis, heeft de gemeente 3 kunstwerken van jonge kunstenaars gekocht. Die worden volgend jaar tentoongesteld in het gouvernement. Het Luiks kunstenaarscollectief, dat het concept van Minkeleers 2.0 bedacht heeft, werkt aan nieuwe plannen voor de promotie van het aantrekken van sponsoren. Iedereen die geïnteresseerd is in het Maastrichts dialect kan zijn hart ophalen op de website die Roger Weyenberg in opdracht van Veldeke Krink Maastricht maakte. Gisteravond werd maastrichtertal.nl gepresenteerd in een bomvol theater aan het Vrijthof. Ik heb juist met het webbureau gebeld. Ik had zelf ook nog geen idee van de cijfers. En ze hebben me juist metgedeeld tot gisteravond zien we om 10 uur live gegaan. En meteen daarna zaten we op 300 bezoekers. En vanmorgen zaten we vooral op 2200 unieke bezoekers. En ze hebben me gezegd dat vooral ook rond een uur of 6, 7, wie die gezeten in de bus velen, want daar stond een redelijk goed artikel in, dat ze ook aan de cijfers kosten zien tot het omhoog ging. De website heeft ook al enkele onverwachte reacties opgeleverd. Ik heb een hele leuke reactie van een vriend van me gekregen. Dat is echt geen Maastrichtenaar en ik weet ook dat er echt geen Maastricht spreekt. Maar die heet Zie Nederlands op de website. Heet er waarschijnlijk woord voor woord vertaald. En tot mijn verbazing heet er eigenlijk een foutloos Maastrichts berichtje schik. Daar word ik echt van onder de indruk. Dus voor mij is dat ook weer even een nieuw inzicht in wat voor een functie de site nog kan hebben. Omdat de site meer dan 63.000 rijmwoorden bevat, is ze ook interessant voor iedereen die binnenkort een Sinterklaasgedicht in het Maastrichts wil schrijven. En ook voor andere tekstdichters is maastrichtertal.nl een handig hulpmiddel. Iedereen die met vastelavond het leuk vindt om vastelavonds leedjes te schrijven, überhaupt iedereen die het leuk vindt om met rijmen te doen in het Maastrichts, kent met deze site natuurlijk uit de vee. Het is bijna december, dus de tijd van cadeautjes geven en krijgen. Helaas zijn er ook veel kansarme kinderen waarvoor cadeautjes een stuk minder vanzelfsprekend zijn. Met het project Schoenmaatjes van ontwikkelingsorganisatie Edukans wordt hier aan gewerkt. In de koepelkerk komen ze langzaam binnen, de eerste schoendozen. Ze zijn gevuld en versierd en zijn bedoeld voor kansarme kinderen in Afrika, Azië en Oost-Europa. De dozen komen van scholen, kerken en verenigingen in Maastricht en omstreken. U heeft de auto vol met dozen. Waar komen die dozen vandaan? Ik kom van OBS De Kring in De Heeg, basisschool. Ja. Heeft u samen met de kinderen de dozen gevuld? De kinderen hebben ze zelf thuis gevuld met de ouders. En wat zit er allemaal in? Ik heb vanmorgen een paar dozen opengemaakt omdat een kindje nog extra spullen had op zolder. Dus we hebben wat dozen opengemaakt. We zagen knuffelberen, tandpasta, tandenborstels, washandjes, zeep, kleurpotloden, speelgoed. Ja, noem maar op wat er eigenlijk nodig is voor die kinderen in de arme landen. Hoeveel dozen heeft u? We hebben er 92 dit jaar. Naar welke spullen is het meeste vraag? Schoolspullen, zoals bijvoorbeeld pennen, schriftjes, knuffeltje wordt ook gewaardeerd voor iets. Dus dat schoolartikelen het meeste vraag is eigenlijk de basisinhoud voor in de schoenendozen. De actie loopt nog tot de kerstvakantie. Volgens de top 100 van jeugdopleidingen in het amateurvoetbal heeft voetbalvereniging Scharren de beste jeugdopleiding van Limburg. De lijst is een initiatief dat in 2009 door voetbalclub Alphense Boys is genomen.
Bij de rangschikking wordt gekeken op welk niveau de teams van D tot A-jeugd spelen. In totaal staan er 4 Limburgse amateurclubs in de top 100. Scharren staat in de lijst op de 22e plaats. Een recordaantal van 250 matches. Ervaringsdeskundigen die zich als ambassadeurs tussen de deelnemers begeven en een eigen participatielied. De maatschappelijke beursvloer die gisteren in Centre Céramique werd gehouden, streefde de vorige 3 edities op diverse fronten voorbij. De perspectieven van de toekomst veranderen in de spieren. Gewoon participeren, steeds denser en steeds meer. De komende jaren is de vleugel aan de pak. De maatschappij vlucht in de inzak, kom op die gouden zak. De mos, participeren, participeren. Het zal vergeven, het zal vergeven. Waarom dit lied? Ja, waarom? Je hoort solliciteren, je bent bezig met beursvloer en participeren, meedoen, verbinden. En op een ochtend werd ik wakker en ik denk, ja, participeren, dat is het. We hebben contact gezocht met Henk Stijvers van de Janse Baggenband. Die vond het een uitstekend idee, had daar heel graag zelf aan meegewerkt, maar had helaas daar geen tijd voor vanwege een ander project. En toen ben ik zelf eigenlijk maar een beetje gaan schrijven. Wat is de bedoeling van het lied? Het is ook een beetje cynisch bedoeld. Iedereen heeft een mond vol van participeren. En als je iets te veel daarover praat, merk je ook dat het wat weerstand opbrengt. Dus in de trant van toen Janse Baggenband solliciteren schreef, heb ik ook gedacht van dan moet participeren ook iets doen. Het mag best een positieve lading hebben, maar het mag mensen ook aan denken zetten. Van hoe kunnen we het op een andere manier gaan invullen? Maar uiteindelijk gaat het om de match, het uitwisselen van diensten en materialen met gesloten beurzen. U heeft een koe in de aanbieding? Ja, kijk maar, koe. Maar ik was er niet klaar. Koeriersdienst binnen Maastricht. En wat hoopt u terug te krijgen? Beetje reclame, beetje bekendheid, nog meer bekendheid. Een keukenblok? Ja, we hebben al een keukenblok materiaal gesponsord gekregen. En we hadden heel graag een klusser die dat voor ons in elkaar zet. En wie is wij? Wigwam Vakanties. Wij organiseren vakanties voor gezinnen met een kind met een ernstige beperking. En wat kunt u aanbieden? Een overnachting in een van onze wigwams. Dus... Wat wij zoeken is een dit is eigenlijk een kleinigheid, iets van kerstmateriaal in de vorm van kerststukjes of iets. Of kerstbroden. Dit is voor een klein gezelschap van 30 personen. Dat zijn mensen die wat in de psychiatrie zijn uitbehandeld, maar een dagopvang hebben. En daar willen we een kerstavond mee houden. Wij zijn vrijwilligers. En wat kunt u teruggeven? Dat ligt eraan wat ze vragen. We kunnen van alles teruggeven. Code 023, nieuwe locatie met, wat heb je dan geschreven, met opslagruimte. Eerste keer dat u hier bent? Nee, ik zelf wel, maar wij zijn vorig jaar ook meegedaan in de beursvloer. Ja. En wat heeft dat opgeleverd? Toen hebben we, even kijken, ICT-advies gekregen. En ook klussers, maar dan voor de tuin. Ja. De mos, participeren. U bent gewoon op zoek naar een date. Ik ben op zoek naar een date, inderdaad, ja. Ja. Een date, niet voor mezelf, maar voor eenzame, oudere, roze mensen, dus LHBT'ers, dus lesbisch, homo, biseksueel of transgender personen, die in een tehuis zitten of thuiszorg nodig hebben en eenzaam zijn. Daar zoeken wij mensen voor die eens een praatje met ze willen maken, of een koffie gaan drinken, of naar de film, theater, wandelen, noem maar op. En wat heeft u in de aanbieding? Ja, ik heb van alles in de aanbieding. Bijvoorbeeld 2 vrijkaartjes voor de Pink Party, die volgend jaar in april weer gehouden wordt. COC organiseert dat. In de Bonbonnière altijd. In april en in oktober. Wij hebben in het Witte Vrouwenveld heel veel jongens en meisjes
waarvan de ouders heel graag willen dat ze Arabisch leren. En op een of andere grappige manier zijn die kinderen ook heel gemotiveerd. Want als ze in Marokko zijn op vakantie, dan willen ze daar ook een beetje van de wereld snappen. Kunnen ze dat niet van hun ouders leren? Nou, die ouders kennen het heel vaak ook niet. Die willen het ook leren. Want die kennen wel Berber, maar geen officieel Arabisch. En wat heeft u in de aanbieding? Wij hebben in de aanbieding een wandeling door de buurt, een avondje met de Marokkaanse kookketel, lekker eten. Dat is ons aanbod. Bent u vaker hier? Nee, het is mijn eerste keer. Ik kwam er gisteren achter, dus ik denk ik ga er meteen even naartoe. Denkt u een date hier te vinden? Ik heb wel al een date gevonden, alleen niet voor dit. Wel voor iets anders. We hebben eigenlijk nog heel veel wat we nodig hebben. En dit is een hele goede plek om dat hier te krijgen. Ja. Ah, jongens, schitterend. Even een fantastisch moment. We hebben de hoofdtocht gepasseerd. 100 meisjes zijn al bereikt. Even een applaus voor jezelf. Houd voor de bedrijven. 100. En tot zover het nieuws van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar Vitrine en A2 Actueel. Programma's ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken, een fijne avond nog en graag weer tot morgen.